Bijna een maand na het schandaal rondom zijn privéleven maakt Bas Nijhuis zijn terugkeer in het televisieprogramma Vandaag Inside. De aankondiging dat Nijhuis aan tafel zal schuiven, samen met Valentijn Driessen, zorgt meteen voor ophef. René van der Gijp kon het niet laten om alvast een spottende opmerking te maken in zijn kenmerkende stijl. Voor Bas wordt het een spannende avond, want hij heeft nogal wat uit te leggen over de gebeurtenissen die zich de afgelopen weken hebben afgespeeld. Drie weken geleden publiceerde Weekblad Privé een vernietigend artikel waarin Nijhuis werd afgeschilderd als een man met een dubbele agenda, wat voor veel beroering zorgde. De kern van het schandaal draait om Bas vermeende affaire met een vrouw genaamd Mandy. Zij beweert dat hij haar twee jaar lang om de tuin heeft geleid met absurde leugens. Volgens Mandy zou hij verhalen hebben verteld over de adoptie van twee Roemeense kinderen, een terminaal zieke moeder en een eigen alcoholprobleem. Ondertussen zou Bas verloofd zijn geweest met zijn partner Chantal, Terwijl hij Mandy had voorgehouden dat die relatie al lang verleden tijd was. Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, stelde dat er duidelijke bewijzen zijn die Mendys verhaal ondersteunen, waaronder screenshots van berichten die tussen haar en Bas zijn uitgewisseld. Deze onthullingen zorgden voor veel speculatie en debat. In vandaag in werd het onderwerp eerder al besproken, waarbij Johan Derksen het artikel in privé afdeed als rancuneus en benadrukte dat Bas kant van het verhaal nog ontbrak. Johan hekelde de rol van roddelbladen, die volgens hem te vaak de privélevens van bekende Nederlanders op een schadelijke manier uitpluizen. Aan de andere kant is er ook het argument dat wanneer een BNR niet integer blijkt te zijn, dit publiekelijk aan de kaak gesteld mag worden, vooral als hij of zij zich presenteert als betrouwbaar en geloofwaardig. De onthullingen hebben in ieder geval het imago van Bas Nijhuis flink aangetast. Voor veel mensen die het artikel hebben gelezen, zal het moeilijk zijn om nog op dezelfde manier naar hem te kijken. Ondanks alle beschuldigingen heeft Nijhuizen voor gekozen om stil te blijven, wat voor sommigen juist vragen oproept. Wilfred Gené, de presentator van vandaag in Zeit, stelde eerder dat de reden waarom Bas nog niet eerder aan tafel zat, was omdat ze eerst zijn kant van het verhaal wilde horen. Mensen denken dat we Bas aan het beschermen zijn, maar we willen eerst een goed beeld krijgen van hoe het echt zit, zei Gené destijds. Nu komt het moment om Bas aan het woord te laten, want na het weekend zal hij eindelijk zijn verhaal doen in de studio. In de uitzending van vrijdag werd zijn terugkeer aangekondigd, wat leidde tot een verbaasde reactie van tafelgasten Helene Hendricks. Hé, hey, basje, vroeg ze verwonderd. Wilfred bevestigde het nieuws met een vrolijke toon: ja, bas is er weer. Leuk toch? Dit gaf René van der Gijp meteen de kans om een scherpe grap te maken: neemt hij die twee Roemeense kinderen mee? Hahaha. Ha, ha, ha. De tafel lag meteen in een deuk. Helene kon haar lachen niet bedwingen en Johan probeerde zich in te houden. Maar moest ook toegeven dat hij de grap amusant vond. Hoewel Helene besefte dat de opmerking eigenlijk niet gepast was, kon ze haar lach niet onderdrukken. Nee, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. René probeerde de luchtige toon vast te houden, het is maar een grapje, joh. Dat mag toch wel? Toch wijst Johan nog even op de ernst van de situatie. Het is wel gebaseerd op een artikel in privé, zei hij, doelend op de bron van alle ophef. Achter de schermen lijkt er echter een duidelijke afspraak te zijn gemaakt om Bas niet al te hard aan te pakken. Toch zal Wilfred genen maandag niet om de hete brei heen kunnen draaien en zal hij ongetwijfeld een aantal prangende vragen aan Bas stellen. De kijkers zullen goed opletten of Bas eerlijk en openhartig zal zijn, of dat het lijkt alsof hij door zijn vrienden bij vandaag in beschermd wordt. De verkeerde grapjes zijn vaak de leukste, voegde Johan toe, waarmee hij de situatie nog eens extra op scherp zette.